Svensson van Overheem is goed gespeeld. Jahan Baksh, Weghorst in de punt van de aanval. Daar is Weghorst. Het was geen makkelijke bal om op doel te koppen voor de spits van AZ. Hunten verovert de bal voor VVV en kan nu aan de wandel gaan. Torino Hunten, Kastelen. Het was even 1-1 met Ouwe Jan. Het schot van Kastelen, dat scheelt niet veel. Dicht bij zijn eerste goal voor VVV, Romeo Kastelen. Hier komt de kans voor VVV via T. Zo mag AZ dan heel veel balbezit hebben in het eerste half uur. VVV krijgt de mogelijkheden via Kastelen en nu via zijn spits. Via Lennart T. Svensson. Als het bijna rust is, is dit Jahan Baksh. Van Overheem. En Weghorst. Het ziet er in ieder geval spectaculair en vol overtuiging uit, zoals hij naar die bal duikt. Kastelen mag hem hier niet verspelen. Doet hij eigenlijk wel. En dan maakt hij de overtreding. En krijgt hij geel. Omdat de scheidsrechter aangeeft, dit is een optelsom. Zo is de keeper van VVV niet op de proef gesteld. Maar kan dat misschien nu gaan gebeuren als de vrije trap komt van Koopmeiners? En deze kopbal maar net naast gaat van Wuitens. Oenerstal was kansloos geweest als Wuitens de bal tussen de palen had gekopt. Slordig Seuntjens. Mietjeu van Overheem moet hem krijgen. Het wordt Weghorst. Weghorst! En via de vingertoppen van Oenerstal gaat die bal naast. VVV neemt de tijd voor deze vrije trap. Kastelen. Tegenover Ouwe Jan. Kastelen. Krijgt die bal goed voor. En dan lopen ze elkaar hier in de weg. Thomas Ouwe Jan. Seuntjens. Seuntjens zelf! En een knappe redding van Oenerstal, want dat was geen makkelijke bal voor de keeper van VVV. Idrissi, Wuitens, Ouwe Jan. Seuntjens, geweldige knal. Merkwaardige redding van Oenerstal, die misschien toch ook wel wordt verrast door de snelheid van de bal. Ja, Hambaks. Zo, die gaat er daar nog even hard in, zeg. Svensson. Ja, Hambaks. Mooie passeerbeweging. Alireza, ja, Hambaks. En daar zit hij er bijna in voor AZ. Eindelijk is een goede actie van ja, Hambaks. Hier een gevaarlijk schot. En hij mag ze dan niet klem vast hebben, Oenerstal. Hij houdt ze wel allemaal tegen vanavond. Hier Jahan Baksh en weer Oenerstal. Hij heeft hem in tweede instantie ook in de handen. In de eerste minuut van de extra tijd, Wuitens. Weghorst. Jahan Baksh, goed aangenomen die bal. Overtreding en de knal uiteindelijk van Van Rijn. Stijn Wuitens. Weghorst moet hier het duel winnen. Gaat neer, wordt vastgehouden, maar de scheidsrechter heeft geen overtreding gezien. En is het gedaan in Alkmaar en eindigt voor het eerst sinds 1988 een wedstrijd tussen AZ en VVV in een 0-0 gelijkspel. AZ heeft ervoor gevochten in de tweede helft.
Hier nog een keer die situatie met Weghorst. Die wel degelijk even wordt vastgehouden natuurlijk. Maar de scheidsrechter Allard Lindhout vindt het te licht.